Schiphol SmartGate Cargo is een uniek programma dat wordt geïnitieerd door de douane, Air Cargo Netherlands, KLM Cargo en Amsterdam Airport Schiphol. Het doel van dit innovatieve programma is om samen met de overheid en het bedrijfsleven te werken aan een veiligere, efficiëntere en goedkopere vrachtafhandeling. Schiphol SmartGate Cargo bestaat uit een aantal innovatieve controlemethodes. Op basis van alle informatie die bij de douane binnenkomt, wordt er een controlemethode gekozen in het Douane Landelijk Tactisch Centrum. Dit kan zijn een ULD-scan, mobile scanning, nucleaire detectie of remote scanning. Het aanbieden van binnenkomende en uitgaande vracht vindt straks plaats bij het Joint Inspection Center. Daar kunnen verschillende handhavers en inspectiediensten gezamenlijk controleren. We staan hier bij de ULD-scan, Unit Loading Device Scan. De grootste scan die douane heeft op Schiphol. Het voordeel van deze scanmethode is dat we de gehele vliegtuigplaat in één keer minutieus kunnen scannen. Dat betekent dat we op de beelden al kunnen zien, omdat we een state-of-the-art technology in de scan hebben zitten, wat zich in die lading bevindt. Het voordeel hiervan is snelheid. Tegelijkertijd kunnen we ervoor zorgen dat het bedrijfsleven minimaal oponthoud heeft. We staan bij de mobiele scan. De mobiele mogelijkheid om vliegtuigplaten in zijn geheel te scannen. Waarom hebben we deze mogelijkheid? Op het moment dat de ULD-scan uitvalt, moeten we er zorg voor dragen dat het proces wel doorgang vindt. We willen niet Schiphol stilleggen, dus op het moment dat er een controle voor welke overheidspartij dan ook moet plaatsvinden, zorgen we ervoor dat we op locatie kunnen scannen. Op het moment dat een geheel vliegtuig gecontroleerd moet worden, dan wel geïnspecteerd moet worden, hebben we ook nog de mogelijkheid om het hele vliegtuig te scannen. Dat heet de backscatter. Op het moment dat zij om het vliegtuig heen cirkelen, kunnen zij de beelden uitlezen en direct ingrijpen mocht er iets zijn waarvan we zeggen dat is niet oké. We staan bij Rhenus. Hier hebben we onze nucleaire poort als eerste geplaatst. Deze poorten plaatsen we overal op Schiphol waar vracht gaat vliegen. 100% van die vracht wordt gecontroleerd op nucleaire straling. Je kunt het vergelijken met een grote Geiger-teller. Nucleaire straling dat kan gegenereerd worden door uranium bijvoorbeeld. En daarop controleren we op Schiphol. We staan hier in de loods van het bedrijfsleven. Hier achter mij zie je de remote scan. Het bedrijfsleven heeft dus een remote scan in hun eigen warehouse staan. Wij leiden die medewerkers op. En de beelden die worden gegenereerd, worden uitgelezen in het Joint Inspection Center. Daar worden de beelden geanalyseerd en aan de basis van de analyse wordt een zending vrijgegeven of komen we alsnog controleren. We staan hier in het kloppend hart van het SmartGate-programma, het Joint Inspection Center. Zoals je ziet is hij nu nog in aanbouw, maar in het najaar van 2016 zullen we gaan opleveren. Alles gaat hier samenkomen, alle processen die we gezien hebben, alle beelden die we genereren, maar ook andere processen, de controleprocessen, de nucleaire detectieprocessen. Noem het maar op en het komt hier allemaal samen. We hebben dan met die uniek publiek-private samenwerking samen Schiphol als een van de veiligste luchthavens in de wereld gemaakt.